Andy, Aline en Walter de Gent. Dat zijn allemaal mensen die al vrede hebben en die al het gevoel hebben gehaald. Op naar de volgende. Kom met de slag, wat is. En die staan op rijden weer. Dat zijn allemaal mensen die het mooi genoeg kunnen krijgen. Laatste versnelling zat erin. En dat spelletje, dat mag duren, dat mag lang duren, zo te zien. En ik heb zo de indruk voor onze volgende deelnemer met zijn sportmachine, dat het ook een lang genoeg duren zien. En dat is een eerste man, Jan Pakkaert. Maar deze gaat hem inhalen. Jan Pakkaert van Staak, tegen uit. Helaas, naar mijn idee de versnelling toch iets aan de hoge kant. Waarmee de nodige zwaar kreeg. Aan het begin bij de zwaar kreeg niet de nodige snelheid te houden. Jammer! Je hebt een beetje gezocht en verloren in die versnelling. En wij zitten hier ondertussen volop in de rookstorm geproduceerd door dit prachtige machine voorbereid van Geert Arnoud natuurlijk. We moeten hier bijwinnen. Ah, dat hoort erbij. Een beetje stof, een beetje rook. Ik heb voor mijn longen even te reinigen, dan mag een beetje vuil zijn, maar we spoelen dat dan weer door. Heel hoog, we zijn ervoor gekomen. Wat willen we? Het is een beetje rook, een beetje vuur, een beetje snelheid. En zeker, dat zijn geen spektakel. Spektakel komt er hier niet door Jan Pakkaert. Maar die wordt het langzaam. Allerlei. We gaan moeten meten. Dit is nog niet helemaal zeker of die een poelpoel heeft te gaan. Wat is er aan de gang met Code Red? We kunnen even kijken, 73, 25, 26. Mark is onderweg. Ja, het is druk als je sleepmachinist bent en je moet ondertussen ook nog bellen. Is hij ook met het publiek waarschijnlijk. Ja. Onze Geert, die zit de foto's, ik zet, zegt hij te goed versnelling gekozen, zegt hij. Tacticaal ietsje te hoog gegokt en verloren, want als hij deze versnelling wel rond kon draaien, dan is hij natuurlijk winnaar.